Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe farming video. Zoals jullie weten ben ik natuurlijk weer terug van vakantie. En ik heb Pelkenie voor jullie donderdag natuurlijk opgenomen. Alleen ik wil nog eventjes wachten op de reacties. Dus ik ga vandaag voor jullie mijn eigen mapje, als ik een keertje tijd heb. Ben ik op deze map bezig. Ik heb nu natuurlijk nog vakantie. Alhoewel, als deze video online is, heb ik nog één dag vakantie. En want maandag moet ik weer werken. Maar misschien dat de meeste mensen dit al wel kunnen zien. En dat is Hof Bergman. En ik ben lekker bezig op Hof Bergman. Ik ben bezig met, in principe met mais hakselen. Dus daar gaan we ook mee verder. Want ik moet mais hebben voor mijn koetjes. Dus wij gaan deze aan het werk zetten. Zit er eentje in? Ja. Volgens mij heeft hij het nog niet helemaal goed gedaan. Even kijken. In principe moet hij het wel doen. En voor de meeste mensen die kennen deze hakselaar wel, die hebben ook een Pelkenie. Ga je mij nog volgen of wat ga je doen? Hallo? Ja. Ja, hij gaat volgen. Dat is mooi. Zeg maar, anders ben ik alles kwijt. Dat is ook een beetje lullig, hè? Ja, komt u maar. En zoals je ziet, nou ben ik aan het opnemen en dan werkt Fallobie niet. Dat is altijd zo. Trouwens, ik gebruik nu ook Reshade, heb ik nou geïnstalleerd. In plaats van dat ik de Nvidia filters gebruik, die kan ik nog steeds aanzetten. Dan zie je dat de filters wel anders zijn. Maar ik heb nou Reshade, dus ik ben even aan het kijken hoe dit in elkaar zit. Dat is niet zo raar aan het doen. Gisteren was er geen enkel probleem. Dan ben ik het opnemen, dan kreeg je allemaal weer een probleem. Dus altijd hetzelfde. Ah, ik had hem niet goed ingesteld, dat was het probleem. Alright, dus ja, ik ben lekker bezig op Hof Bergman. En ik heb dit veld gisteren door Koespray laten maaien. En dan moet het ook gehakseld worden. Dus ik dacht, ik wil toch eventjes wachten op jullie reacties van Pelkenie. Dit gaat een beetje lastig. Dus ik wil gewoon even wachten op jullie reacties van Pelkenie. Maar ik dacht, dan kan ik jullie deze ook wel een keertje laten zien. Dus dan gaan we gewoon lekker mais hakselen. Of gras hakselen in dit geval. Heel verwachten. Anders verlies ik namelijk heel veel gras. Want als wij namelijk een bochtje maken, dan snapt Fallobie het niet altijd. Die doet er iets langer over. Maar ja, in principe blijft hij nou gewoon netjes naast me rijden, zoals je kan zien. Dus dan kan ik gewoon mooi in de hakselaar zitten. En de vrachtwagen die volgt mij wel. Totdat die vol is en dan rijden we zelf terug naar de boerderij om hem te legen. Dus ik ben hier gewoon lekker een beetje mee bezig. En Hof Bergman heb ik natuurlijk al wel een keertje gedaan. Maar dat was echt een van de allereerste versies van Hof Bergman. Dus iedereen keek wel uit naar die map. En ik dacht, ik kan hem ook wel een keertje gaan gebruiken. Waarom ook niet? Want er is weer een update geweest en er zijn weer allemaal nieuwe dingen en zo. Ik heb geen idee wat je allemaal kan doen. Maar, laat ik lekker Hof Bergman doen. Alleen, ik weet het zo 1, 2, 3 niet helemaal met deze shader. Ik kan hem er ook altijd uithalen hoor. Maar, ik wil het toch eens eventjes proberen. Want ik kan al wel merken dat Reshade wel wat zwaarder is als die Nvidia filters die ik altijd gebruik. Dus misschien dat ik ook weer gewoon blijf bij de Nvidia filters hoor. Maar ik dacht, ik wil Reshade even proberen. En dan kun je dus helemaal je game er anders uit te laten zien. Wat ik nou ook heb. Dan moeten we er eentje overslaan. Zo. Wel in de gaten houden, hij is 67% vol. En dan kunnen we zo wel eventjes een timelapse doen. Even wachten dat hij is aangesloten. Ja, en dan kunnen we weer verder. Want ik wou eigenlijk gisteravond wou ik eigenlijk een nieuw grasveld gaan kopen. Maar toen zag ik van, wacht even. Ik heb nog een extra een extra grasveld. Dat is mooi. Dus zodoende. Hij is 87% vol.
Maar dan kunnen we straks wel eventjes een timelapse doen. Dat is misschien wel genig. Ik denk dat ik nog ga draaien en dan gaan we maar leren. Want hij is 97% vol. Zetten we die uit. Dan stoppen we die ook en dan rijden we door naar de boerderij. En dan moet ik eigenlijk eventjes de shovel met de... Ja, met de Holaris verdelen. Moet ik er eventjes opzetten. En dan kunnen wij het, de kill eigenlijk netjes aanschuiven. Die gebruiken wij ook in de multiplayer server. Wat ik natuurlijk dinsdag en vrijdagavond stream. Ook op YouTube trouwens. Dus mocht je dat een keer komen kijken, kom gezellig langs. Donderdag of dinsdagavond of vrijdagavond vanaf 7 uur. Dan ben ik live op YouTube met Farming Simulator Multiplayer. En natuurlijk binnenkort FS25. Sterker nog, dat duurt volgens mij nog 53 dagen of zo voordat het 12 november is. Voor jullie dan, hè? Als het goed is krijg ik de game wat eerder, omdat ik natuurlijk Giants partner ben. Dus, ik weet niet of ik hem dan vrijdag de 10, 11, 12, de 9e krijg of dat ik hem een week eerder krijg. Volgens mij was het met FS25 was het volgens mij dat ik het een week eerder kreeg. Maar dat weet ik niet zeker. En als Farming Simulator 25 uitkomt, de 12e, dan stream ik elke dag die week Farming Simulator 25. Gewoon omdat de game natuurlijk nieuw is. Samen met Jeffrey. En dan gaan we kijken wat alle nieuwe mogelijkheden zijn in FS25 qua gewassen, qua machines, qua weereffecten. Eigenlijk alles, hè. Dus daar zijn we mooi een weekje zoet mee. Ja, en de reden waarom ik nou voor een vrachtwagen heb gekozen is dat het best wel een stukje rijden is. Normaal gesproken doe ik het altijd met een... eigenlijk met een trailer, maar het is nou best wel een stukje rijden. Dus ik dacht, nou, dan kan ik ook een keer weer een vrachtwagen doen. Dus dan doen we dat. Hier naar links. Op de boerderij. Ja, ik heb het verkeer even uitgezet, hoor, want... het was zo druk op de wegen. Zo. Dan rijden we hier rechtdoor. Nou, hier rechts heb je de boerderij. En dan rijden we ietsjes door. Dan moeten we hier naar rechts. Oh. Iets te vroeg de bocht genomen. Iets te krap eigenlijk. Zo, en dan kunnen we zo'n rondje maken en dan zijn we zo bij de kuil. En er ligt al het een en ander aan silage in. Hier is de tekstje trouwens ook anders van de silage in de map. Dat is geen mod of zo, maar dat heeft met de map te maken. Zoals je kan zien. Ziet het er anders uit. Dus we gaan deze legen. En dan halen we even de shovel op. Vrachtwagen op de keel is ook niet altijd het beste. Hartstikke idee. Kijk, en dan kunnen we dus vanaf hier kunnen we weer terug. Maar dan wil ik eerst even de shovel erbij pakken. De JCB die dus ook terechtkomt in Farming Simulator 25. De kuilverdeler die heb ik gekocht. Die staat nog hier. Met de Store Delivery mod. Want ik moet namelijk silage hebben voordat ik met koeien aan de gang kan. Ik heb wel varkentjes. Dat zijn we wel. Zo. Ik weet niet precies hoe dit werkt hoor. Want in multiplayer heeft Jeffrey dit gedaan. Moet ik hem dan aanzetten? Of hoe doe ik dat uitklappen eigenlijk? Zo. Zo. Als het goed is, moet dit dan werken. Het is voor mij helemaal nieuw hoor. Ik heb geen idee. Ik heb dit nog nooit gedaan. Kijk, dan moet ik hem gewoon aanzetten. Maar voor mij moet ik dit dan gewoon overheen rijden, dacht ik. Op deze manier.
doet dit mooi verdelen. Deze Holaris die staat trouwens in de mod-up, mocht je dat afvragen. Hij werkt wel al verdomd goed hoor, als ik dat nog wel zo zie. Kijk hoe mooi vlak hij het maakt. Perfect. Volgens mij werkt het als een soort hark, als ik dat zo zie. Ja, dan hebben we namelijk niet helemaal van die rare bulten om erop te rijden. Dus dan gaat hij niet zo snel, als het goed is, vastlopen. Dan wordt het gewoon een mooie vlakke curl, als het goed is. Nou, dan doen we nog één keertje de linkerkant en dan zal ik zo even een timelapse starten en dan kunnen we nog eventjes gaan hakselen. Zo. Hier zit nog best wel een curl namelijk. Bult bedoel ik. Kijk, perfect. Kan de shovel, die kan even, staat die ook niet in de weg namelijk. Dan rijden we terug naar het veld en dan gaan we zo'n timelapse starten. Zoals jullie net ook al zagen, op de een of andere manier, als ik in third person ga rijden, dan gaat altijd alles verkeerd. Dan knal ik overal tegenaan. En nou, in first person is er niks aan de hand. Want in de timelapse hebben jullie twee keer gezien dat ik crashte.
De eerste keer dat we van het zandpad afgingen, dan draaide hij zich helemaal om zijn as. En de tweede keer zat ik in één keer tegen het elektriciteitshuisje aan. Dus hoe dat komt, dat weet ik ook niet. Maar volgens mij hebben wij nog 1 of 2 trailers aan gras hebben wij nog om te hakselen. Dat gooien we in de kuil. Dan moeten we eventjes kijken hoe vol de kuil is. En anders gooi ik hem gewoon dicht. Want zover ik weet heb ik geen ander maisveld of grasveld in de buurt wat er nog in kan. Dus daar gooien we gewoon de kuil dicht. En dan kan ik zo snel mogelijk koeien halen. Dus ik gooi deze trailer even leeg. En dan zie ik jullie terug bij de hakselaar. Dan maken wij het hakselen maken we af. En dan moeten we eens even kijken of we eventueel nog wat anders kunnen doen. Maar de kuil komt in ieder geval ten goede met al dat gras wat erin komt. Nou, we zijn weer begonnen. En als ik dat zo zie, ja, ik denk dat we hierna nog 1 trailer moeten doen. Want dit gaat denk ik niet allemaal passen. Dat denk ik niet. Hier komt hij maar. Nee, dat gaat niet allemaal passen. Misschien ook wel hoor, dat weet ik niet. Want er gaat natuurlijk wel, hoeveel gaat erin? 54.900 liter of zo gaat er in die trailer. Dus dat is dus, best wel veel. Alleen, of het allemaal past, dat weet ik niet. Ja, het is toch op de een of andere manier, ik vind in first person rijden vind ik makkelijker als in third person. Ik weet niet waarom. Nou ja, wat ik zeg, dat hebben jullie net ook al gezien. In verband dat ik 2 keer crashte in third person view bij de vrachtwagen. Alleen het is namelijk zo, qua timelapse, als je een timelapse maakt, is het mooier om in third person te doen. Omdat je dan ja, meer van de omgeving ziet, zeg maar. En in first person heb je dat niet. Maar ik hoop dat het er allemaal in past. Het zou echt mooi zijn. En anders laten we 1 zwaarder laten we zijn. Ik ga niet voor 1 zwaarder nog helemaal terugrijden om die erin te doen. Want het gaat ook hakselen, of het gaat ook regenen zo te zien. Dus ik hoop dat wij voor de regen alles binnen hebben. Ik hoop het. En anders moet dit dan gemulst worden, gras? Moet het dan terug? Ja, ik weet het eigenlijk niet, want ik... Ik wil dat gras eigenlijk wil ik wel weg hebben, maar dan moet ik dat denk ik even met de F10 knop doen. Of F12 is het eigenlijk. Dan doe ik het wel op die manier. Dan haal ik het wel op die manier weg. Maar als er 1 hele zware overblijft, dat ziet er ook een beetje raar uit, hè. En ik weet niet of het met een mulcher ook zin heeft en dat het ook teruggroeit. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Ah, we zitten 70% vol. Dat wordt best krap, denk ik. Deze zwaarder passen er wel in. En misschien de helft of een kwart van die andere. En daar zit de trailer vol. En dan deleten we in principe gewoon die zwaarder. En dan doen we gewoon de grootste radius. En dan moet dit veld ook nog bemest worden. Ik wou dat eigenlijk graag met mes doen, maar dat gaat hem helaas niet worden. Want ik had die ene glitch weer met die mod. Waardoor er geen drijfmes wordt geproduceerd. Dat hadden wij in de multiplayer map ook. En hebben we die map, of die mod hebben uitgezet. Deze mod ook terug. Dan wil ik dat de AI de hakselaar terugbrengt. Dat heb ik met de deurs ook gedaan, met de maaiers. Als het goed is, moet hij dat vinden. Nou, dan zegt hij dat het niet bereikbaar, maar dat komt waarschijnlijk omdat de vrachtwagen in de weg zit. Anders zet ik hem wel eventjes op de trailer, of op het pad neer. Zwaailampjes aan. En dan kan het verkeer zo meteen ook weer aan. En dan mag jij hier naartoe. Doet hij het? Met de deur werkt het in ieder geval wel. Dat gebeurt niet veel.
Eigenlijk hoort het niet, maar... De dirt heeft zichzelf wel gered met maaiers en zo. Dus dat is wel een voordeel. Zet ik de hakslag gewoon hier neer. Oh ja, mochten jullie je afvragen welke trekkers ik in deze map heb. Het is de Dirt Neer serie, de Vent 300 Vario en een New Holland T7. Gebruik ik hier. Ja, deze zit er ook aan bij. Je hebt nog een autootje. Die van Hoofd Bergman zelf. Hier werkt ook alles. In deze Vent werkt alles. De schermen. Dus alles interactief. Dus dat is wel heel erg vet. Alleen dit is een wat kleiner trekkertje. Nou, daar hebben we de shovel nog. De Ideal heb ik nog geen enkel keer gebruikt, want ik kan hem niet oogsten. Nou, de 9-serie. De New Holland. En de Haxla en de Volvo. Maar wat we dus nou eventjes moeten doen... is namelijk... als ik op het... moet ik even kijken hoor. Hier, hè? Ja. Clear tip area. Oh. Een 100 meter radius. Kijk, dan zie je dus dat hij alles weghaalt hier. Hoop ik niet dat de trailer leeg is, maar dat is het niet. Kijk, en zo kun je dus je zwaardes weghalen. Of bijvoorbeeld je grasveld schoonmaken. Dat is ook wel makkelijk. Kijk, zoals dat stuk ben ik hier ook vergeten. Als ik dan hier ga staan en ik druk dat nog een keertje in. Officieel is de knop natuurlijk F12 met de Easy Development Control Mod. Oh, ik heb niet de goede gedaan. Land is niet jouw eigendom. Nou, 20 meter dan. Ja, dat wel. Dat is weg, dan moet dit nog weg. Dat is weg. Nou, dan hebben we daar nog een stukje. Dan halen we dat gewoon allemaal weg. Dan is het veld namelijk gewoon weer mooi strak. Oké, dat is weg. Ja, deze kleine stukjes, dat vind ik niet zo heel erg. Maar die dikke plakaten, die mogen wel weg van mij. Maar volgens mij heb ik nou het meeste heb ik nou verwijderd. Want ja, het is namelijk niet een ding dat het gras weg wordt. Terwijl dat in FS19 seasons wel het geval was. Ja, volgens mij is het mooi schoon. Dan rijd ik terug naar de boerderij, dan maken we de kuil dicht. En dan gaan we eens even kijken hoeveel er in de kuil zit. We hebben in ieder geval het hakselen hebben we in ieder geval voor elkaar. En nou, omdat ik nou reshade gebruik, volgens mij kan ik dat eigenlijk ook helemaal uitzetten. Als ik bijvoorbeeld, weet ik veel. Net een nieuw preset. Ik zet even, wat dit is dan reshade. Als ik nou dit en dit uitzet. Ja, dan zie je in het, dit is voor mij de game uit zichzelf. En dit is dan de Nvidia-filters. Ja, het is maar net wat je zelf het mooist vindt. Zeg maar. Nou heb ik de reshade, of de Nvidia-filters heb ik aan. En net had ik de... hoe heet dat? Reshade aan. Ja, het is maar net wat je zelf mooi vindt. Want de standaardkleuren van farming, ja, dat vind ik niet mooi. Het is, dit is standaard hoe farming eruit ziet. Het is heel erg oranje-achtig. Dat vind ik persoonlijk niet zo mooi. Als ik dan, wat is het? Shift F3? Alt F3? Kijk, dat zijn alle shaders die ik aan... Maar daar heb ik een video van gemaakt. Als je Blocky Games filters in klikt, dan zie je het vanzelf. Even kijken, waar gaan wij de vrachtwagen neerzetten? Want ik heb echt de vrachtwagen puur gebruikt voor het hakselen. Ik moet wel even een plekje hebben. Ik denk dat wel een mooi plekje is. In de hoek daar. Niemand die er last van heeft. Ik weet ook niet wat daar verder te doen is. Ik zie daar wel iets van een lapje stro of zo. Misschien dat hier mest komt van de kippen of zo. Dat zou kunnen. Nou, dat is dan maar zo. Zo.
Kijk, niemand die er last van heeft. Even iets netter neerzetten. Perfect! Jeep. Nou, dan pakken we de shovel, want dan moeten we natuurlijk de keulwerf mooi glad maken. Kan er die overheen? Zo. Hartstikke idee. Oké, dan kunnen we mooi, mooi vlak maken. Even kijken. Het persen is 64%. Maken we even de keul een beetje vlak. Bijna 500.000 liter aan keulvoer. Nou, ik denk dat we daar voorlopig wel even voldoen aan hebben. Want ik heb toch, wat ik zeg, ik heb toch geen gras, geen mais momenteel ingeplant. Dus dan kunnen we dit mooi gebruiken. En anders verkopen we het. Werkt ook prima. Zo. Het ding werkt wel erg fantastisch hoor, deze kuilverdelen. Die staat in de mod-up, dus als je hem vindt. De Jumbo heet het volgens mij. De Volaris Jumbo uit mijn hoofd. Zo. Het ziet er fantastisch uit, zo die curl. Hè? Lekker strak. Mooi glad. Ik moet alleen in wachten totdat hij natuurlijk nou... 100% is. En als we er zo toch overheen rijden, dan pressen we het ook een beetje aan. ...88%. En dan gooien we hem dicht. Zo. Hier hebben we nog een heuveltje. Zo. Nou, daar denk ik... ...dat de keul er hartstikke mooi uitziet zo. En de laatste 2%. En... hartstikke idee. Mooi. Keul dicht. Ding uit. Kan ik dat ook op deze manier doen? Voor mij werkt dat niet. Even kijken hoor. Nee, dat werkt niet. Dat maakt niet uit, ik laat hem wel uitgeklapt. Dat is niet zo erg. Als we dat ding elke keer in- en uitklappen als we het nodig hebben, dat is ook weer zoiets. Hartstikke idee. Mooi. Hebben we dat ook klaar? Nou, de regen hebben we ook, zijn we ook mooi op tijd meer. Deze komt straks ook standaard in FS25, hè? 425S. Hartstikke idee. Nou, dan gaan we even kijken hoe het met de rest allemaal ervoor staat. Ja, we krijgen hier nog geen mest. Moeten wij die... Ja, die moet je van mijzelf uitmesten, hè? Ja. Of niet? Voor mij moest je dit zelf uitmesten uit mijn hoofd. Dacht ik. Toch? Voor mij wel. Maar ja, de varkentjes die zijn blij. Dan hebben wij natuurlijk nog kipjes.
Het is alleen jammer dat hier niet zo heel veel kipjes in kunnen. We hebben nog 800 liter aan voer, 1000 liter aan water en 4000 liter aan stro. Ik heb daar die zak, die stond bom op dit ding. Die heb ik er vanaf gehaald. Dit is niet... ik denk niet dat dit helemaal hoort voor mij. Ik wil ook niet weten wat hier gebeurt. Kijk, hier zouden we zelfs nog konijntjes kunnen doen. Dat is ook wel geinig. Je kan konijntjes. Geen idee wat je met konijntjes moet. Eens kijken. Wat kun je met konijntjes? Ik heb werkelijk waar geen idee. Nou, beef, pork, sheep meat, chicken meat. Dat zit allemaal in de map zelf. Daarom heb ik ook varkens gedaan. Zodat ik dinges kan. Rabbit meat heb je. Dus daar kunnen we ook... konijnenvlees. Levert op zich ook wel wat op. Poultry. Packaged fish. Fish smoked. Cherries heb je ook nog. Stierensperma. Ik weet niet hoe je daar aankomt, maar dat kan blijkbaar. Stierensperma heb je ook. Verder weet ik het niet, want ik wil eigenlijk... Wil ik weer een keer... Want voor mij hebben we hier druiven. Eigenlijk zou ik dit stuk wel willen hebben. De vineyard. Een keer met druiven. Maar voor mij zijn olijven... dat levert veel meer op, die olie. Dan druivensap. Dus eigenlijk zou ik het liefst olijven willen hebben. Maar dat is best groot. Dus ja, je bent hier wel eventjes mee bezig. Met deze druiven. Ja, en het, als het goed is, levert het ook wel wat op natuurlijk. Als ik hier overheen mag springen tenminste. Dank u. Kijk. Hoeveel kost dat? 500.000. Maar voor mij heb je hier geen druiven. Je hebt hier hop. Je hebt hier kersen heb je nog. Wat is dit? Sawmill. Dit is de bull breeding facility. Dat heb je ook nog. Hier kun je stieren fokken. Dat is ook iets nieuws voor mij. Geen flauw idee. Hier zou het mes wel in terechtkomen. Dat wordt ook nog een hele operatie om dat allemaal te doen hoor. Wat is dit? De Moonshine Island. Oh, heerlijk. Ik moet een beetje denken aan... aan Meister McCar. Maar je hebt niet echt... wat is dit? Wildlife Enclosure Deer. Geen idee. Moet je dan kopen dan? Moet je herten kopen? Dat is ook wel geinig hoor. Wat is dit? De Building Ground. De bierbrouwerij. Maar qua olijven hebben we niet echt wat. De Sewage Treatment Plant heb je ook nog. Dat is ook wel geinig. Een rioolwaterzuivering. Geen idee wat je hiermee moet, maar... Hier wordt het water allemaal, dat is onze scheid van de mensen. Is het niet. Het is natuurlijk gewoon drijfmest, maar goed. Omdat het natuurlijk een sewage is, oftewel riolering. Ja, geinig. Leuk. Maar dit heb ik ook allemaal voor het eerst gezien. Pig breeding, ja, dit heb je hier dan ook, maar dat doe ik verder niks meer. Dan heb je de kersenplantage. Daar kan ik volgens mij, ja, daar kan ik wel in. Kijk, dan heb je hier allemaal kersenbomen. Dan kun je ook bezig met kersen. Ook wel leuk. Er zitten geen kersen aan, maar goed. Verdroogd, ze hebben hartstikke dood. Wat domme. Hop. Heb je ook nog. Met de hop, 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 hop. 211, 225. Wat is dit? Vegetable growing area. Ja, dan kunnen we dus onze kassen doen. Eventueel. De melkfabriek, denk ik. Country Dairy. De Apple Orchard. Ook leuk. Appelboompies heb je ook nog. Construction site. Contract filler. Land market. Pulp factory. Livestock market. Grain hall area. Nou, hier kunnen we in principe alle diertjes kopen. Misschien hebben we wel even de herten kunnen zien. Alle diertjes te kopen. Eentjes en kippen. Varkens. Nou,
Schapen en geiten. Koetjes. Paarden. En die is leeg. Je hebt dus geen herten. Ja, helaas. Compostplant. Kun je compost maken. Dat heb ik vroeger ook heel veel gedaan. Maar ja, dat is dus Hoofdberg, maar jongens. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Want wat ik zeg, ik wou toch eerst eventjes kijken naar wat jullie over Pelgany. Dan wil ik even wachten op de reacties. Dus dat, nou, dan maak ik nog even een videootje van mijn privémapje. Als ik tijd heb om farming te spelen. En dat is dus deze map. Dus jongens, mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!